ziet aan mijn vader en moeder hoe die voor de zus zijn. Dat is toch, het slaat een generatie over. En daarmee zoveel, misschien wel ouderlijk gedoe of zo. De opa en de oma zijn toch vaak. Je hebt ook uitzonderingen van dat zijn oude brompotten die helemaal geen, al 20 jaar geen zin meer in leuke dingen hebben. Maar ik had er een die tot zijn 93ste, tot hij overleed, het leven, de dag plukte iedere dag. En gefascineerd door die vergadering. Van alles om de orkesten die aan boord spelen, mensen ontmoeten, ja. Reizen, wat ik altijd ook erg graag heb gedaan en doe. En er is tegelijkertijd ook weer zo weinig bekend over zijn leven voor de oorlog, dat ik dat voor het boek, en daar is dus een hoop bij moeten verzinnen, maar dat, ja, daarom is het een roman. Ja, waar gebeurt verzinsel, dus zo noem je de voorstelling. We praten straks verder over wie nou die Jackie Fontanelle was en waarom jij misschien wel liever wilde leven in de tijd waarin je opa geleefd heeft. Daar gaan we straks verder met jou over hebben, Casper. En je bent ook ons kritisch crypto-jurylid, want jij gaat bepalen wie met het beste crypto-span met het woord grootvader twee kaartjes krijgt voor de voorstelling en ook nog een gesigneerd exemplaar van je roman. Dus blijf lekker bij ons, neem een lekkere slok koffie. Ja. Luisteren wij naar een andere lofzang op een opa van Hetty Blok en Leeuwenwaard. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen.